Ik heb een mindmap gemaakt. Bekendheid. Nou, ik heb zeggen, volgens mij zeg ik het altijd fout. En dan zie je dus ook die pigmentatievlekken heel erg hier zitten. En ja, die is hier gewoon helemaal weg. Amir, wat heb jij gedaan? Hoi allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. En dit keer zeg ik geen goeiemorgen, want het is inmiddels 3 uur. Alweer. Het gaat echt zo snel. Ik werd vanochtend wakker en er ging een knop in mijn hoofd om. Ik had gewoon, ik weet niet, ik had een schoonmaakwoede. Ik ga gewoon heel open en eerlijk met jullie zijn. Ik heb de afgelopen 2 weken heel veel stress gehad. Mede door het vloggen. Ik had natuurlijk een druk leven die ik vlogde. En iedereen had me gewaarschuwd, maar als je gaat vloggen krijg je het nog drukker. En dat ervaar ik. En los van dat, hartstikke leuk vind ik het. Maar ik merk wel aan mezelf dat ik een stapje terug moet gaan nemen. Dus dat ga ik ook doen. Ik heb met mezelf afgesproken dat ik straks even met mezelf ga zitten. Even op papier ga zetten wat nou echt belangrijk is. Wat ik zelf ook heel belangrijk vind. Maar ook wat gewoon echt belangrijk is om te doen. En dan gewoon weer heel erg, net als een kleuter, opschrijven in mijn agenda wanneer ik wat ga werken. Want nu is het echt van maandag tot en met zondag 24/7. Ik zit tot 12 uur, 12:30 nog steeds achter mijn computer en dan ga ik een keer slapen. En dat is natuurlijk gewoon gekke werk. Dat kan gewoon niet. Tenminste, dat hou je niet al die tijd vol. Jullie zien eigenlijk best wel een kaal gezichtje. Ik kom net onder de douche vandaan, want doordat ik natuurlijk het hele huis had geboend, had ik het super warm. En dacht ik, weet je, ik ga gewoon lekker even douchen, lekker opfrissen. En dus ook niks over mijn hele huid heen gedaan. Ik heb de vlog natuurlijk vorige keer afgesloten met de microdermabrasie. En voor mij is het nu de volgende dag dat ik die gehad heb. En mijn huid die trekt enorm, hij is wat vlekkerig. Dus ik ga straks lekker even een voedend masker aanbrengen om die droogte eruit te krijgen. Maar dat hoort wel bij de behandelingen. Waarschijnlijk ga ik ook vervellen. Maar dat ga ik meemaken of het gaat gebeuren. Want ik ben inmiddels zo getraind. Tenminste, mijn huid. Dus straks even een voedend masker aanbrengen. Ik heb een mindmap gemaakt. En dit heb ik eigenlijk geleerd van Aniek van Wonderen. Misschien kennen jullie er wel. Aniek van Wonderen, die heeft ook een YouTube kanaal. Dus misschien kunnen jullie haar opzoeken, want zij heeft hele leuke tips. En wat je met een mindmap doet, is dat je eigenlijk een soort van slogan neemt. En eerst was dat mijn zakelijke doelstelling Delia over 5 jaar. En nu heb ik het even gedaan Delia dit jaar, omdat ik dat nu even belangrijk vind. En ik ga jullie kort even laten zien wat ik heb opgeschreven. Ik heb opgeschreven dat ik mezelf meer wil gunnen. Echt dik gedrukt meer wil genieten. Goed kunnen plannen, noteren en uitwerken. Rustig in mijn hoofd, netjes zijn, heb ik het vooral over mijn werk en papieren en kindjes meer tijd aan besteden, grenzen bewaken, tussen privé en werk, voor het slapen gaan lezen, doe ik ook al niet meer, want ik ga echt gewoon helemaal door tot het einde, genieten van mijn gezin, dit is toch echt wel een belangrijk dingetje en daar werd ik vandaag een beetje verdrietig van, jullie zien natuurlijk wel dat ik de hele tijd leuke dingen doe en continu geniet. Maar je moet ook kunnen genieten in je hoofdje. Op het moment dat je continu druk bent, kan je niet hier en nu zijn in het genieten. 1 keer per jaar met Ummer een weekendje weg. En dit is dan minimaal, maar in ieder geval 1 keer. Meer spelen met de kindjes. Ik merk dat ik toch snel mijn telefoon pak als ik met de kindjes ben. En daardoor toch veel meer afwezig ben. Ik wil blijven werken 3 dagen in een salon, 4 avonden thuis en 1 ochtend op het kantoor. Meer echt niet. En dit is echt dus waar ik het voor deed. Dit moet echt strenger. Lief zijn voor mezelf. Meer spelen met de kindjes. Oh, die had ik al toch? Oh, die had ik al. Nou, dubbel. Nou, extra dus. Een goede grote daad verrichten dit jaar. Meer tijd besteden aan mijn geloof. Vaker met Ummer weg. Meer genieten. En dit is eigenlijk wat ik heb opgeschreven. En dit is wat ik dus de komende tijd weer even als essentie van mijn leven wil gaan nemen. Nou, ik heb dus weer heel kinderachtig alles in mijn agenda gezet. Dit is dan volgende week. En heb ik bijvoorbeeld opgeschreven dat ik maandagochtend van 9 tot 11 in het kantoor ben. Ik heb aanstaande maandag een meeting.
Dan heb ik 's avonds, oh, dat zien jullie even zo niet, een massage gepland voor mezelf, expres. Dan dinsdag, woensdag, donderdag werken, waarvan ik, even kijken, de dinsdagavond, woensdagavond aan andere taken ga van werk. En zaterdagavond en dan echt donderdagavond mezelf echt vrij gunnen en echt wat voor mezelf ga doen. En dan hebben we zondag een fotoshoot. Dit gaan jullie dus allemaal deze week meemaken. In de planning en in de vlog. En wat wel nog heel even leuk is om te laten zien, is zo'n mindmap. En echt waar, Aniek heeft daar echt gelijk in. Dus op het moment dat je daar continu zelf naar kijkt, ga je vanzelf je doelen waarmaken. En dat is echt zo. Kijk bijvoorbeeld naar deze. Deze heb ik vorig jaar gemaakt. En ik ga even, hem eruit halen. Deze heb ik vorig jaar gemaakt. En moeten jullie nou meelezen? Het staat 5 jaar, hè? Dit is een jaar oud. De Beauty Award winnaars, dat is niet zo. Dat heb ik bewust dit jaar niet gedaan. Het is een wedstrijd van beauty salons waar ik dit jaar niet aan mee heb gedaan. Meer workshops, lezingen geven en presentaties. Nou, ook dit is wel gaande, want ik krijg heel veel aanvragen, maar ik kom er nog niet aan toe. Een interessante samenwerking. Nou, daar kan ik echt een krulletje doorzetten, want daar heb ik er meerdere van. Eigen filmpjes, dikke krul doorzetten. Groter pand, dikke krul doorzetten, want dat is sowieso gaande. Meer genieten. Nou, die zien jullie nu terugkomen natuurlijk op deze ook. Ja, dat is gewoon een puntje waar ik echt nog aan wil werken. En misschien doe ik het ook wel, maar ik denk dat ik er nog veel meer uit kan halen. Bekendheid. Nou, dat is toch wel iets wat nu echt mega aan het groeien is. Dus daar kan ik een krul doorheen zetten. En netwerken. Nou, daar kan ik ook een krul doorheen zetten. En ik vind het zo gaaf om te zien. Want ik voelde me vandaag natuurlijk best wel even rot. En als ik dan terugkijk naar dit, dan denk ik, wauw. Dat heb ik toch maar even gedaan in 1 jaartje. Terwijl ik het van mezelf verwachtte over 5 jaar heen. Dus het is gewoon toch weer heel goed om te zien. En ik denk dat als je naar school gaat of je werkt of noem maar op, je wil een bedrijf beginnen zelf. Of je hebt ambities in iets. Dat het heel goed is dat je zoiets voor jezelf maakt om of jezelf weer even terug te fluiten van hé, waar ga je heen? Je gaat helemaal buiten de richting als wat je wilde. Of om juist iets op te zetten en om iedere keer te kunnen afvinken van wow, dat heb ik gedaan. Wow, dit heb ik ook gedaan. Of juist om naartoe te werken en continu elke dag te zien van Beauty Award winnen, Beauty Award winnen. Nou, ik ga je vertellen, daardoor ga ik volgend jaar me wel weer aanmelden omdat ik die nog steeds wil winnen. Dus echt een aanrader om te doen. Ik vergeet jullie trouwens helemaal het masker van vanmiddag te laten zien. Hij is helemaal ingedroogd. Dus het is nu helemaal een vliesje geworden. Maar hoe leuk is dit? Kijk, hij zit in zo'n verpakking. Het is de Hydrating Biomoleculair Recovery Mask. En er zit dus nog heel veel. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Ja, heel veel vloeistof in. Dus als je het vliesje die je over hebt na 1 keer gebruik weer erin doet en je doet hem dicht en je doet hem in de koelkast, dan kan ik hem dus morgen nog een keer gebruiken. Dus dat is wel super goed. En dat doe ik dus vaker. Dan leg ik hem gewoon in de koelkast. En dan heb je volgende dag gewoon nog een masker. Nou, wat ik aan mijn huid merk meteen is dat hij super gehydrateerd is. Dus waarschijnlijk gaat hij niet vervellen. Want vanochtend dacht ik echt, ik lachte. En toen brak mijn huid gewoon. Dat ik echt dacht, oh, ik ga vervellen. En nu voelt hij eigenlijk al sinds vanmiddag, dus we zijn nu 6 uurtjes verder, nog helemaal gehydrateerd. En ik heb er eigenlijk helemaal geen crème overheen gedaan, omdat ik zo de hele tijd in de weer was. En ik dacht, het is wel even leuk om kort uit te leggen wat hij doet. Ik heb heel even een formulier erbij gepakt, zodat jullie kunnen zien hoe die er uitziet. Kijk, die Biomoleculaire Hydrating Recovery Mask. En hij heeft een vulkanisch zuurstofrijk water in zich. Die rijk is aan natuurlijke mineralen en heeft dus hoge zuurstofgraad die het verdedigingsmechanisme van onze huid versterkt. En hij bevat natuurlijke mineralen en vochtinbrengend, moet ik je eerlijk zeggen, ook al is het een merk waar ik mee werk, daar ben ik een beetje allergisch voor, want vochtinbrengend bestaat niet. Maar hij heeft een ontgiftende werking en die mineralen die zorgen er eigenlijk als het ware voor dat het vocht wat in je eigen huid zit als een soort van magneetje weer omhoog komt. Dus het
het stofje, die mineralen die daarin zitten. En dat masker zit zo op je gezicht. Oh, dit ziet er heel raar uit. Nou ja, goed. Het masker zit zo op je gezicht. Dan zorgt het ervoor dat het een soort magnetisch veld geeft over je huid. Waardoor je eigen vocht weer omhoog komt. Dus niet vochtinbrengend. Ik ga daar even over bellen, want dat klopt niet. Er bestaat geen vochtinbrengende crème. Tip. Dus als je andere crèmes ziet, vochtinbrengend bestaat niet. Het derde puntje. Hij heeft een krachtig antioxidant met een anti-inflammatoire en een anti-verouderingseffect. Anti-inflammatoire betekent eigenlijk anti-roodheid. Dus hij is voor alle huidtypes. Droog, dehydrateerd, gevoelig, dof, na behandeling of na chemische peeling. Dus eigenlijk als een soort van opfrismasker. Super lekker voor als je een feestje hebt of iets dat je er gewoon weer lekker uitziet. Maar ook als je dus gewoon echt last hebt van een droge huid door een behandeling of door te veel zon. Dan is deze gewoon heel lekker. Dus dan weten jullie ook hoe die werkt. Vandaag maak ik trouwens een Turks gerecht. Maar die is boven. Ik ga het stiekem zeggen, want volgens mij zeg ik het altijd fout. Yalama? Zoiets. Alle Turken lachen me nu uit, denk ik. Maar zo heet het volgens mij. Ik heb dat ooit geleerd van een oud vriendinnetje. En het is super lekker. Het is gehakt. Helemaal geruld met een uitje. Met tomatensaus erdoorheen. En de gehakt maak ik aan met peperzout en komijn. En dan gaat de tomatensaus erheen verdund met water. En daar gaat natuurlijk ook even nog wat zout en peper overheen. Dan bak je een beetje wraps aan. En dan ga je een soort wraptaart maken. Zeg maar met laagjes wrap. En dan wat saus eroverheen. En dat doe je laagje voor laagje voor laagje. En dat eet je dan met een yoghurtsaus. Met knoflook erin. Want Turken zijn van yoghurt. Ik totaal niet. Ik hou eigenlijk helemaal niet van yoghurt. Maar als er een beetje knoflook doorheen zit, dan is het wel lekker. En vooral met dit gerecht is het echt heel lekker. En ik heb het trouwens aangemaakt met, nu gaan alle Turken ook lachen. Met Heinz tomaten frito. Gewoon puur omdat daar een beetje de knoflooksmaak in zit. Gelukkig ben ik geen Turk, dus ik doe het niet fout. Toch? Maar het is gewoon super lekker, dus probeer het eens. Gewoon heel makkelijk en simpel, maar toch heel machtig. Ik ga zo laten zien hoe het eruit ziet. Vandaag zaterdag en gelukkig voel ik me wat beter en kon ik lekker uitslapen vandaag omdat het mijn uitslaapdagje is. Wij gaan even snel boodschappen doen. Amir die is al sinds hij wakker is vanochtend alleen maar aan het huilen. Echt extreem. Dus eigenlijk wilde ik thuis blijven en Ummer boodschappen doen. Maar we gaan het toch proberen. Kijken of het wat wordt. Maar ik ben bang dat het weer zo'n geweldige Albert Heijn drama wordt. We gaan het zien. Zitten jullie lekker? Nee, je zit erbij, toch? Ga jij je gedragen zo, Amir? Ja, oh, nu kan je lachen. Ga je je gedragen zo in de Albert Heijn? Ja, nee, hè? Ja, dat dacht ik al. Nou, dit is de status. Ik zit met Amir in de auto. Want zoals verwacht ging hij keihard krijzen, huilen, gillen, liggen, rollen. Ik weet niet wat hij allemaal heeft gedaan, maar ik vond het zo wel netjes voor de mensen om me heen die gewoon rustig boodschappen wilden doen, dat ik gewoon even naar de auto ging. Hè, Amir? Ja. Jij bent echt heel stout de laatste tijd. Ik weet gewoon niet zo goed dat ik, hoe ik ermee om moet gaan, want Kirim is echt totaal niet zo. Amir is echt een heel ander kind. Maar ik heb het idee dat er gewoon wat aan de hand is. Of wat ik zelf heel erg het gevoel heb, is dat ik natuurlijk de afgelopen tijd best wel veel werk. En ik ga, dat weten jullie nog niet, ik ga vanmiddag naar België. Voor een nachtje en een dag. Ik heb gewoon het gevoel, het klinkt heel raar, dat hij gewoon aanvoelt dat ik weer wegga. En ik denk dat hij er gewoon moeite mee heeft dat ik veel weg ben en veel werk en veel afwezig ben ook in mijn hoofd. Dus dat wordt tijd voor verandering. Thank you.
En dat komt eigenlijk door onze interieurstyliste. Want die heeft ons uitgenodigd in een beurs in België. Een soort interieurbeurs, hè? Ja, eigenlijk. Ja, dat doen ze niet. Ja, en dan gaan we dus heen. Alleen zij zei van dat hotel, dat heeft precies de interieur. Zoals, ja, nou, hoe zeg je dat? De interieurbouwer, die heeft daar dat hele hotel ingericht. Ja, ingericht. Dus dat we een beetje kunnen kijken wat we van dat soort stijlen vinden en een beetje een idee krijgen. En dan gaan we morgen dus de hele dag vertoeven op een interieurbeurs om te kijken wat we mooi vinden. Want het gaat nu wel echt heel hard met het pand. Ook al hebben we de sleutel nog niet, maar alle tekeningen zijn klaar en het wordt echt super, super, super mooi. Dus ik ga jullie daarin meenemen en ik ben heel benieuwd naar het hotel straks, want die schijnt heel mooi te zijn. Nou, inmiddels zitten we nog steeds in de auto en ik heb Esma aan de telefoon. En Esma die gaat voor school een tijdschrift maken over mij. Hoe leuk is dat? Dus ik ga nu een interview met haar doen en ze hangt al aan de telefoon. En dan als hij af is, krijg ik hem dan ook te zien, Esma? En kan ik hem aan de kijkers laten zien? Ja? Oké. Nou, dan krijgen jullie hem te zien. Dus ik ben benieuwd. Personen mee die morgen waarschijnlijk ook meegaan naar die beurs. Dus het is nu inmiddels 9 uur en we gaan naar een restaurant toe om even lekker hapje te eten. Goedemorgen, het is vandaag maandag. Ik heb niet meer gevlogd omdat ik vreselijke migraine kreeg in Ene. Dus ik ben de hele reis naar huis, 3 uur rijden, super ziek geweest. Meteen mijn bed ingedoken toen ik thuis kwam en eigenlijk vanochtend wakker geworden. Ik voel me nog steeds niet helemaal lekker, maar wel al beter. En ik heb eigenlijk alle afspraken voor vandaag afgezegd, want ik wilde gewoon lekker een dagje doorbrengen met de kindjes. Dus wij gaan nu naar... Waar gaan we heen? Artis! Die belde net. Karim, kom je? Ja. Die werkt op Amsterdam Centraal als politieagent natuurlijk. En die staat voor de deur. Dus dan kan Karim even in de politieauto zitten. Zo, inmiddels is het avond. Het is
8:30 en ik moet opschieten, want het is echt al 30. Ik heb een afspraak voor een massage. En dat weten jullie eigenlijk nog niet, want dat laat ik altijd 1 keer in de 2 weken doen. Alleen nu ik het zo druk heb gehad, heb ik het zeker 1,5 tot 2 maanden niet meer laten doen. Vandaar dus meer migraine, want dat doe ik eigenlijk wegens mijn migraine. Maar ik vind ook dat je als vrouw echt iets voor jezelf moet hebben. En dit is gewoon eventjes mijn genietmomentje. Dus ik ga lekker genieten. Doei! Doei Kirim! Goedemorgen, ik ben inmiddels alweer in de praktijk. Jullie zagen net dat ik wegging van huis. En Sunny die ligt nu bij mij in de stoel van Sunny zoekt geluk. En ik heb al eerder over haar verteld. Dit is trouwens haar YouTube channel. Echt heel leuk om te volgen. Want zij, ja, het is een soort feel good kanaal waarin ze vertelt over hoe je gezond, gelukkig en succesvol in je leven kan zijn. Dus echt een aanrader om eens te gaan kijken naar haar kanaal. Maar ik ga met Sunny een heel traject in. Want, of tenminste, we zijn al bezig met het traject. We gaan de Cosmelan bij haar doen. Zij heeft namelijk pigmentvlekken, vooral hier op haar wangen. En een randje langs haar haargrens. En we moeten een beetje gaan kijken naar de zomer waar het pigment nog meer zit om het te gaan behandelen. Maar dat gaan we dus doen met de Cosmelan. En misschien kennen jullie die behandeling al? En zo niet, ga ik heel even 2 resultaten laten zien. Want het is echt een hele bijzondere behandeling. Ik heb even de Instagram erbij gepakt. Dit is bijvoorbeeld een resultaat. En dan zie je dus ook die pigmentatievlekken heel erg hier zitten. En ja, die is hier gewoon echt helemaal weg. En dan hebben we nog, even kijken, wat ik jullie ook even snel wil laten zien. Deze, een meisje die door de pil een soort van pigmentsnor heeft gekregen. En die hebben we dus door de Cosmelan echt helemaal weggekregen. We gaan dus met de Cosmelan, ik ga jullie daar binnenkort meer over vertellen. Maar we gaan dus met de Cosmelan, zeg maar als het ware, de pigment helemaal verwijderen uit de huid. Ondanks dat blijft de cel dat wel produceren. Maar zorgen we ervoor dat het echt totaal niet meer omhoog kan komen. Dus daar kan je denken aan ouderdomsvlekken, maar hyperpigmentatie. Maar ook dus pigmentatie die ontstaat door de pil of hormonen. Zwangerschapsmaskers. Dus laat je daar echt goed over informeren. Want Cosmelan is op dit moment echt de beste behandeling voor pigment wereldwijd. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en ik zit alweer in de auto, want ik ga onderweg naar de praktijk. Het was even spannend, want gisteren stond ik met pech, tenminste bij mijn moeder voor de deur, startte mijn auto niet meer. Dus ik ben met mijn moeder de auto naar huis gereden en Ummer die heeft hem met, of de accu was leeg, dus die heeft hem met mijn moeder de auto weer opgeladen. Maar gelukkig start hij, dus ik kan gewoon lekker op tijd naar werk. Oh, 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 die Delia toch. Laten we nou zomaar de camera op werk liggen. Dat wordt even een avondje niet vloggen vanuit Delia, maar vanuit deze de dagafsluiting hier op kantoor. Ik heb mijn camera snel opgehaald. Mijn dag liep helemaal anders, want Danielle die werd niet goed en die kreeg een soort van hartritmestoornis. Of ik weet niet of ik het goed noem, hartvibratie. Dus die heb ik snel naar de huisarts gebracht, maar gelukkig gaat inmiddels alles weer goed met haar. Maar ik heb dus niet zoveel kunnen vloggen. Ben je aan het maken, schat? Mijn beroemde pasta. Waar bestaat je beroemde pasta uit? Waar die uit bestaat? Kort maar krachtig. Je krijgt 5 seconden. 5 seconden. 5. Nou, cheddar cheese, normale kaas, mozzarella, gorgonzola. En als bovenop doe ik nog, hoe heet het, parmezaanse kaas. Maar het is heel door elkaar. En kip. Ja, maar het is... Het is dus gewoon een caloriebom, ja. Met allerlei verschillende kazen. Maar het begint zo, eerst pak ik een kom, crème fraîche, room, snel, dikke room, en een alkaas erin en een potje pesto erin. Helemaal roeren, dat is de saus. Oké, okay. Jullie zien zo het eindresultaat. Dit moet je zien, Amir. Amir, Amir, wat heb jij gedaan? Oh my god! Ja, nee, jij bent ook vies. Maar dit is echt dit. Nee, niet doen, niet doen. Ga prikken. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag en het is nog best wel vroeg, 8 uur. Mijn moeder die komt zo deze richting op en dan ga ik lekker naar werken. Laatste dagje en laatste dag van de weekvlog.
Volgens mij heb ik jullie gisteren helemaal niet zo heel duidelijk verteld wat Danielle nou had. En het was ook best wel, ja, vond ik paniek. Zij zelf niet. Ze bleef heel rustig. Maar ze heeft dus vaak dat haar hart vibreert. En dan gaat die, dat is echt heel raar om te zien. Ze ademt gewoon heel rustig. En haar hart die gaat de keer alsof ze een marathon heeft gerend of zo. En normaal houdt dat 5 minuten aan en heeft ze ook niet zo vaak. Maar nu bleef het echt 3 kwartier aanhouden en ze werd ook helemaal niet lekker en zo. Dus ik heb gezegd, nou, ik ga je huisarts bellen. En we gaan gewoon kijken of we langs moeten gaan. Dus die zei ook meteen van, nou ja, kom maar langs. Dus nou, toen hebben ze meteen een hartfilmpje gemaakt. En gelukkig wordt ze meteen doorgestuurd naar een cardioloog. En gaat ze helemaal onderzoeken. Maar ze heeft wel gelukkig gisteren meteen medicijnen gekregen. Die haar hart rustiger laten kloppen. Oké, wat is er jongens? Wat is er? Wie is dit? Je bent een brandweer. Nee, de aardse brand. De tractor. Tractor? Maar je bent brandweerman, toch? Nee, jij tractor. Hé. Hey. Zeg maar hi. Hallo. Hallo. Nee, tractor. Hoe gaat je dag, Stef? Goed. Het is druk. Zoals altijd. En dus heb ik weer bijna niks kunnen filmen. Maar, ja, maar echt, niet normaal. Het is gewoon, ik kan er bijna gewoon niet mee aankomen bij hun dat ik niks meer kan filmen. Of dat ik niks heb gefilmd. Maar goed, deze lieve mooie vrouw, die ligt nu bij mij in de stoel. En ik weet niet of ze in real life op de vlog wil. Maar ik mag deze foto's wel laten zien, want deze heeft ze ook gedeeld op social media. Zij kwam binnen met een best wel slechte huid. En binnen 4 maanden, kijk, je ziet het aan de datums. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Dit is 8. En dit is 12. Heeft ze deze verbetering ondergaan. Dus we werken niet echt alleen op huidproblemen. Maar ook echt zeker op huidverjonging en huidverbetering. En het hele verhaal, want ze heeft een heel verhaal erover geschreven. Kan je teruglezen op de Instagram en de Facebook van Delia Skin Clinic. Dus volg jullie deze pagina ook allemaal. Want daar laat ik nog veel meer zien over ons werk en over resultaten. Dus dat is zeker leuk om bij te houden. Dus de pagina heet Delia Skin Clinic. Jongens, let niet op hoe ik eruit zie. Dat komt door de Ramadan, denk ik. We hebben het denk ik echt een beetje zwaar nu, of niet? Maar goed, we overleven het nog 1 weekje. Voor jullie is het vandaag Bayram, suikerfeest, Eid. Want ik vlog altijd 1 week vooruit, dus voor mij is het volgende week en voor jullie is het nu. Wij willen, denk ik alle twee, wensen jullie echt een superleuke suikerfeest, om het even zo te noemen, voor de mensen die het vieren. Geniet ervan met je familie en vrienden. En wij hebben het volgende week, dus dat gaan jullie meemaken volgende week. Ik wens jullie een hele fijne suikerfeest. Geniet ervan. En tot volgende week. Doei doei!